Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. De laatste video met de kerstversiering, want het is namelijk de favoriete van heel 2022. Hoezee, ik heb er zoveel zin in. Ik vind altijd zo'n leuke video's, zowel om te maken als om anderen te kijken. En normaal is het natuurlijk favoriete beauty en make-up, maar omdat de naam van mijn kanaal veranderd is, mogen er ook favoriete lifestyle producten bij zitten. Er zit een kledingstuk bij, er zit iets van eten bij. En wat schoonmaakdingetjes en hekjes, zeg maar, die ik heb gebruikt. Hek, H-A-C-K, niet H-E-K. Om het me allemaal wat makkelijker te maken. En ik denk dat ik de beautyproducten eerst ga doen. Zowel de likes als de dislikes. Want van lifestyle producten heb ik niet echt dislikes. Ik zou zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. We beginnen even met de dislikes van de beautygebied. Dat we deze video lekker positief af kunnen sluiten. Ik begin even iets met wat misschien een beetje flauw is, omdat het heel erg goedkoop is. Maar dit zijn de Max & More Eyeshadow Sticks. En zo zien ze eruit. En ze zitten met drieën verpakt. Dit is de huid, of ja, de glinsterende champagne kleur. Dan heb je nog een donkerblauwe kleur en een beetje bruinachtige kleur. En ze swatchen heel goed. Er komt best wel wat pigment af. Hoewel, ja, dat is eigenlijk ook al niet om over naar huis te schrijven. Maar goed, not bad after all. Ik moet er wel een paar keer over. Op je oogleden is dat al minder. Dan moet je echt best wel ruw eroverheen. En ze zijn echt binnen het uur gecreased. En ik dacht echt van, ja, moet ik dit in deze video doen? Want het is natuurlijk heel goedkoop. Maar ook goedkope producten worden steeds beter. En dit is echt gewoon een opvallend product dat het gewoon in negatieve zin. En de liquid eyeshadows die Max & More heeft uitgebracht, nog niet zo heel lang geleden, die kon je ook in de Action Shoplog van afgelopen maandag zien. Die vond ik heel erg goed. Dus ja, volgens mij is dit ook de enige die ik nog heb om te laten zien. Maar die gaat nou ook gewoon weg. Dan iets eigenlijk van een hele andere prijsklasse. En het doet me pijn om te moeten zeggen, maar het is echt zo. De Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerize. In de kleur Mona Lisa. Dit is zo'n potje en dan zo'n mousse eyeshadow. En eigenlijk over 9 van de 10 mousse eyeshadows ben ik eigenlijk altijd wel tevreden. Deze ook, als je hem zo aanbrengt. Ja, dan kun je een beetje, je kan spelen met de intensiteit. Dit is licht aangebracht. En je kan hem dus ook heel donker aanzetten. Maar hetzelfde probleem, het is binnen een uur gecreased. Ik gebruikte deze heel graag, of heb ik geprobeerd te gebruiken, om zeg maar op mijn ooglid en in mijn crease en dan een beetje blenden. Zodat ik iets moois op mijn ogen had en niet al te veel werk. Dat is eigenlijk ook meestal de bedoeling van dit soort producten. En echt binnen het uur was het gewoon weg. Welke oogschaduwbaas ik er ook onder deed. Ik heb echt verschillende geprobeerd. En het is gewoon €30. Het is gewoon hartstikke zonde. En ik wil jullie ook behoeden voor die fout, zeg maar. En ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ik vind weggooien ook zonde. Maar ja, een product waar niet werkt is ook zonde. En Charlotte Tilbury. Ik heb nou ook een oogschaduwpaletje van Charlotte Tilbury gebruikt. Die in de adventskalender zat. Heeft hele goede make-up producten. Dit is ook het eerste product wat ik niet fijn vind. En misschien ligt het aan mijn oogleden. Want ik kon er ook op internet niet direct iets negatiefs over vinden of zo. Maar ik heb er gewoon geen goede ervaring mee. Maar wat ik al zei, dat kan de combinatie vrouwtje en product zijn. Dat hoeft niet de combinatie jij en product te zijn. Dan denk ik dat het tijd wordt is om een grote shout-out met een negatieve vinger naar Reachables te maken. Voor deze specifieke producten die ik nu ga noemen. Reachables heeft natuurlijk fantastische producten. Waar ik helemaal lyrisch over ben. En dan heb ik het over de fantastische producten dan. De douche foams, de scrubs, de body butters, de luchtjes. Daar ga ik daar trouwens in mijn likes ook iets van laten zien. Maar wat ik van hun echt slecht vind, en ik hoor er meerdere mensen over, zijn de shampoos en conditioners. Mijn god, ik heb er zo best wel een aantal geprobeerd. En bij alles wordt mijn haar gewoon touw. Droog, touw, beschadigd. Kan er helemaal niks mee. Zowel met de shampoo als met de conditioner. En ik heb ook een haarmasker van hun geprobeerd. Die in de adventskalender van vorig jaar zat. En die vond ik ook niet fijn. En ik begin zo'n beetje te neigen dat ik denk van, ik vind de haarproducten van de Reachables gewoon niet fijn. En daar zijn ze echt te duur voor om je haar touw te maken. Ook een dislike is iets wat ik niet zelf heb gekocht. Maar zijn toch ook wel, ook van Reachables, de adventskalenders van dit jaar. Want waar zijn die de pan uit gestegen met de prijs? volgens mij was de goedkoopste al rond de €100. En dat weet ik niet zeker. Maar ieder jaar zijn ze ook weer een beetje hetzelfde. Dus vandaar dat ik dit jaar ze ook niet gekocht heb. Maar het wordt allemaal steeds maar duurder. En ik heb het idee dat dat bij Rituals meer is
dan bij andere merken. Hoewel de Body Shop had dit jaar ook best wel een overpriced kalender. Maar die duurste variant was nog steeds heel erg goed. Maar bij Rituals zie ik niet zo goed het verschil, zeg maar, tot de dure en de iets goedkopere variant. Daar zit niet echt verschil in qua producten die je dan krijgt. En dat is bij de Body Shop wel. Dan heb je echt, als je de duurste kalender koopt, echt een hele mooie kalender. En dan heb ik nog de Douglas Skincare geprobeerd uit de oude lijn. Die waren te koop bij Medicamenten die Grenzen. Die blauwe lijn, ik zal kijken of ik hier een foto neer kan zetten. En die vond ik ook niet fijn. Ik had een make-up remover en een face wash. En die make-up remover, leek die mijn ogen ontzettend prikken. Wat gewoon totaal niet tof is. En het haalde mijn make-up ook niet weg. En het droogde mijn huid uit. En dat deed de face wash ook. Die droogde ook mijn huid uit. Ik heb het een paar keer allebei geprobeerd. Ook op andere dagen. Maar nee, gewoon niks voor mij. Het is oud en nieuw dat ik deze video opneem. Dus je hoort af en toe wat geknal. I'm sorry. Dat waren de dislikes. Gaan we over op de likes. En ik begin met een aantal bekende likes. Die eigenlijk ieder jaar wel terugkomen. Die ook wel een beetje all-time favorites zou kunnen noemen. Maar die ook dit jaar weer ontzettend goed waren. En de eerste is de Estée Lauder Double Wear Foundation. Ik heb dit jaar een flesje opgemaakt. En ik heb weer een nieuwe gekocht. Was niet de bedoeling. Want ik wilde eerst mijn oude foundations opmaken. Maar ik begon hem echt gewoon te missen. Er is gewoon geen foundation die zo goed houdbaar is op je gezicht als Estée Lauder Double Wear. Voor mijn vette huid, maar ik hoor ook voor de droge huid. En ik heb ook een keer de nude variant geprobeerd, maar die vond ik toch iets minder fijn. Dan denk ik van, waarom blijf ik niet gewoon bij mijn oude favoriet? En ik denk dat ik daarom ook misschien wel afgelopen jaar wat minder foundations heb geprobeerd. En wat minder primers en minder poeders, want daar komen er ook nog van. Omdat ik gewoon mijn ultieme favoriet gevonden heb. En natuurlijk blijf ik een YouTube kanaal hebben, wat ondanks de verandering van de naam ook wel veranderingen heeft in de zin van meer lifestyle dingen. Maar het blijft toch een beetje toegespitst op beauty. En ik blijf daar graag producten voor proberen. Maar de nood is iets minder hoog. En mijn leven verandert, dus ik heb ook minder geld. En of probeer mijn geld aan andere dingen uit te geven. Dus dat is een beetje de waarheid, zou ik maar zeggen. En die heb ik nou die komt binnenkort in een shopblog van de Douglas. Dan heb ik de Hourglass Primer. Ik benoem hem niet meer zo vaak, maar het is nog steeds mijn favoriete primer ever. De Hourglass Mineral Veil Primer. Reet te duur. Zo'n flesje kost, volgens mij dit flesje, al rond de 100 euro. Je hebt ook in een pompflacon, en dat is rond de 80 of zo. Maar dit is echt wel qua hoeveelheid het meest rendabele. Hij houdt ontzettend goed van mijn vette huid. En de combinatie met deze en de Estée Lauder Double Wear en deze poeder is geweldig. Hier kan ik 's morgens om 7 uur mee opmaken en 's avonds om 7 uur zit het nog. En met de meeste, als ik iets zeg maar van het gouden trio verander, dan merk ik kortere houdbaarheid. Dan ligt er een beetje aan wat ik verander, vooral als ik de foundation verander, denk ik. Maar trouwens poeder ook. En ja, ik weet niet precies waar het dan aan ligt, maar als ik één van de drie verander, dan merk ik gewoon dat mijn make-up 3-4 uur korter blijft zitten en dan toch wel een beetje gaan glimmen en zo. Dus dit is gewoon met de Estée Lauder Double en gouden trio. Dan kwam Essence uit met een nieuwe mascara. En ook mijn mascara zoektocht is eigenlijk gestopt bij Essence. Omdat Essence gewoon de meest geweldige mascara's ooit heeft. En nou heb ik een proefmonster van Chanel Le Volume gekregen. En die is geweldig. Maar hij is niet even geweldig als de Essence Lash Princess. Dat is een favoriet. En deze ook, want deze is nieuw uitgekomen. Ik had zoiets van, ik wil ook wel een nieuw product laten zien. Lashes Like a Boss. Je moet er wel, het is een iets drogere mascara. Daar moet je van houden. Maar ik heb deze nou in mijn everyday bakje zitten. En ik heb hier ook alweer een backup van. Omdat ik die heb opgestuurd gekregen in het perspakketje. Instant volume en lengte. Ja, je hebt er ook een waterproof variant van. Maar die heb ik niet. En ja, ik heb het ook eigenlijk niet altijd nodig. Nou, ik ben nogal een jankballer. Ik kan nogal lekker janken zonder werk. Dus vooral als er dingen met cliënten dan verkeerd gaat. Of als ze pijn hebben. Ja, pijn dan ga ik niet huilen. Maar als er iets in hun leven gebeurt. Ja, ik ben gewoon heel emotioneel. Maar goed, dat maakt mij ook mij natuurlijk. Maar ja, dan loopt mijn mascara maar door. Dan eigenlijk, ik heb eigenlijk geen hele nieuwe make-up ontdekt. Dat ik denk van, die zijn echt de bom. De nieuwe paletjes van Essence zijn heel aardig. Die klappaletjes, zou ik maar zeggen. Die vind ik heel erg fijn. Wat vond ik nog meer fijn het afgelopen jaar?
De highlighter die ik nu op heb, de Natural Radiant Highlighting Powder van Trended Up. Die zat in de adventskalender. Maar wat er echt bovenuit sprong, en ik had ze eigenlijk even schoon moeten maken, maar ja, dat organisatietalent bezit ik niet, zijn de kwasten van Friara Cosmetics. Hier heb ik een samenwerking mee gedaan. Maar alsnog ben ik altijd eerlijk over de producten. Daar, ja, dat ben ik gewoon heel eerlijk in. En deze zijn echt geweldig. Vooral deze, die heet F16. Dat vind ik grappig. En deze is zo fijn om bronzer aan te brengen. Ik gebruikte jaar en dag de Eco Tools Bronze en Sculpt kwast. Maar dit is veel fijner. Gewoon een dikke waaierkwast eigenlijk. Dit is een hele fijne poederkwast. Dit is de F17. En dit is de F21 Contour Brush. Ik zal die video hier even linken. En als je dan in die video omschrijving, video die ik link, klikt, dan kom je op een affiliate link van mij. Die kortingscode is helaas niet meer geldig. Maar ik ben eerlijk over de producten. Bijvoorbeeld het oogschaduwpletje vond ik niet fijn. Niet fijn genoeg om een dislike te zijn. Maar het kon beter. En deze zijn gewoon top. Heb ik een parfum van de Rituals. Deze zat in de zomer adventskalender. En eigenlijk heb ik deze de hele zomer door gebruikt. Ik weet even niet meer hoe heet die ook weer. Eclat Eau de Parfum. Maar ik weet dus niet of dat de lijnnaam is. Of dat dat echt de naam van het parfum is. En dit is gewoon een Rituals parfum. En eigenlijk als je het vergelijkt met andere dure parfums, valt de prijs ook best wel mee. Dat is het beste te doen. Ik heb nou trouwens geen parfum op. Hij is bijna op. En als ik niet zoveel parfums had, dan zou ik hem een keer opnieuw kopen. Maar ik heb echt gewoon te veel parfums. En het is ook niet eens specifiek een zomergeur. Het is wel een wat warmere geur. Of een wat frissere. Ja, ik weet het niet. Ik kan hem niet omschrijven, dat kan ik nooit met geurtjes. Maar ik vind hem niet specifiek voor de zomer. Deze kun je ook best in de herfst en winter dragen. Nog een ander favoriet product is de White Musk van de Rituals, van de Body Shop. Hij is kapot. Deze achterkant is afgebroken. Maar deze heeft echt in mijn tas gezeten en heb ik zo vaak gebruikt. En het grappige is dat hij eigenlijk bijna niet te zien is. Het is zo'n olieroller. En hij is maar tot hier op. En de spray, echt het fysieke luchtje zou ik maar zeggen, want echt een sprayflacon, die is wel wat verder op. Want die staat op mijn wastafel. Dus die gebruik ik eigenlijk een beetje dagelijks, zou ik maar zeggen. En deze is zo fijn. En omdat het een parfum oil is, blijft die ook heel goed zitten. En zeker dan deed ik eigenlijk een beetje bijsprayen. Die heeft trouwens ook een tijdje in mijn tas gezeten met de flacon. En dit is echt gewoon een heel lekker luchtje. En de Body Shop is sowieso geweldig. En het is zo, ja, ik kan niet eens omschrijven. Maar gewoon, ja, als je hem ooit eens wil ruiken, ga dan even naar de Body Shop. Want hij is echt heel lekker. Dan hebben we skincare. Ik had een samenwerking met Soet Cosmetics. Soet Matters Cosmetics. Volgens mij spreken we het zo uit. En daar heb ik een hele review van gedaan. Van de cleansing oil, de cleansing lotion, de cream en de olie. De bakkoekie, wat ik altijd lastig vind om uit te spreken. En ik zei in die video van ik vind de crème het prettig. Maar toch heeft dit product het verslagen. Dit is de cleansing oil. En dit is om je make-up eraf te halen. En waarom vind ik deze nou zo ontzettend fijn? Die crème is heel voedend. Ik ga eerst even vertellen over de crème. Die had hier ook zomaar bij kunnen zitten. Maar ik vind deze net even iets fijn. Heel erg voedend. En heel erg structuur voor je huid. Of textuur van je huid. En heel erg mooi. Maar er zijn meer crèmes die dat doen. En deze vind ik net wat unieker. Het is namelijk een olie wat gewoon heel goed je make-up weghaalt. Dat ten eerste al. Maar hij brandt ook niet in mijn ogen. En ik zie niet zo'n wazige laag als ik dan mijn ogen open doe. Met heel veel cleansing oil. Onder andere die van de Body Shop heeft dat ook. Die chamomile. Als ik dan mijn ogen make-up eraf heb gehaald. En ik doe zo mijn ogen open. Dan zie ik zo'n wazig laagje. En dat heeft deze totaal niet. En ik heb gewoon het idee dat hij ontzettend goed mijn huid verzorgt. Ik vind deze echt de bom. Kijk ook zeker even die video. Nogmaals, hier krijg ik niks voor. Het is geen affiliate. Maar ik wil wel heel graag een aanprijs. Want dit product verdient het om aangeprezen te worden. En als hij niet goed was, zou ik dat zeker niet doen. Dan heb ik ook twee keer een product opgestuurd gekregen van Clay & Glow.
ik denk dat ik ook minder skincare heb getest. Behalve de dingen die ik opgestuurd heb gekregen. Omdat dat soort van, ja, dat beloof je om te testen. En dat doe je dan ook. En voor de rest ben ik gewoon heel veel bij mijn oude skincare gebleven. Dit is één product wat terugkwam in een vlog. Daar heb ik geen aparte review van gemaakt. Maar dit is de Clay & Glow Sunscreen Factor 30. Ik ben niet zo heel trouw in het smeren van SPF's. Ben ik heel eerlijk in. Maar de keren dat ik het deed, kwam ik erachter van, oké, waarom doe ik het niet even? Want deze trekt heel snel in de huid. Voelt niet vet te gaan. Ik kon er gewoon make-up over doen. En mijn make-up bleef heel dag zitten. Dat is een beetje de struggle die ik ook heb met SPF's. Dat het gewoon niet heel de dag blijft zitten. Dat het gewoon heel snel je make-up gaat glimmen en zo. En dat heeft deze gewoon absoluut niet. En wat ik nog fantastischer vind is de Clay & Glow Serum. Mijn god, dat is een goed serum. Vitamine C serum. Echt, mijn huid knapte gewoon ziender ogen op. Ik heb dit jaar een serumverbod. En dat is maar goed ook, want anders had ik er 10 flessen van ingeslagen. En aan het serumverbod heb ik me eigenlijk heel goed gehouden. En in de Cult Beauty adventskalender zaten ook heel veel serums. Dus ik wil hem eigenlijk wel opnieuw. Maar het is niet nodig, want ik heb nog heel veel serums liggen. Die ook echt geweldig zijn. Waarvan ik denk dat ze heel erg geweldig zijn. En ik vind ook eigenlijk, als je kijkt naar hoe goed het serum is, valt de prijs ook wel mee. €30 of zo betaal je. En het valt voor zo'n goed serum nog best wel mee. Dus dat is ook echt een aanrader. Hebben we dingen van Knijp. Knijp kwam dit jaar uit. Of misschien zelfs al wel vorig jaar. Maar dit jaar is in ieder geval het jaar dat ik het ontdekt heb. Want ik kreeg ze afgelopen Sinterklaas van Daphne. En ik ben ze afgelopen jaar pas gaan gebruiken. Of dit jaar pas gaan gebruiken. De Knijp Gutenacht. Serben, Hulles en Amiris. En waar staat er dan? Alphenden en Amiris. Zo goddelijk. Dit is de Duits variant. Deze komt uit Nederland. Want Duitsland, Knijp heeft volgens mij geen douchefoams. Maar dit is zo lekker. Zo'n rustgevende, ontspannende geur. En ik heb die dus vorig jaar voor Sinterklaas van Daphne gekregen. En ik denk echt dat om de opgemaakt video deze wel voorbij kwam. Of om de twee opgemaakt video's. Omdat die zo chill is. En deze, dit is de douchefoam ervan. En dit is zowaar nog net even een iets sterker geurtje. Maar niet te sterk. Deze is echt zo ontzettend lekker. En later was er een 1+1 gratis actie met Knijp. Heb ik deze 2 ingeslagen. 1 badschuim ingeslagen. En de body lotion ervan. Zalig. Zo ontspannend, zo rustgevend. En echt mijn favoriete geur van het jaar. Wel wat meer voor de avond, maar ja, hey, perfect toch? Deze producten had je misschien wel in de video verwacht. Dit zijn de producten van Yari. In mijn video's ben ik er al heel erg enthousiast over. En in real life eigenlijk nog meer. Ik ben dit jaar gaan experimenteren met de Curly Girl methode. En zodoende heb ik deze producten een keer gekocht. Gewoon een keer om te proberen. En ze zijn bijna op trouwens, maar dat terzijde. Omdat ik gewoon eens wilde proberen met, kan ik krullen in mijn haar krijgen? Nou, dat kon. En de video's dat ik krullen in mijn haar heb, kreeg ik ook altijd complimenten van, goh, wat zit je haar mooi. En dat komt echt door deze producten. En vooral ook heb ik gemerkt dat de manier van drogen ontzettend belangrijk is. Dat niet alleen is met welke producten je je haar verzorgt, maar ook hoe je je haar droogt. Dan deed ik... Er komt sowieso nog een skincare of een hair routine online om krullen te maken. Shampoo, conditioner. En dan deed ik er deze in. De curling crème gel. En dan deed ik met een t-shirt, doe ik, nou even niet, maar zo'n beetje, ja, scrunchen, zal ik maar zeggen. En daar kreeg ik zo'n mooie krullen van. Dus er zit sowieso altijd wel een slag in mijn haar, maar ik wist niet dat ik ook echt krullen kon maken. En deze combinatie is echt goud. Ik merk wel dat je haar er toch wel aan gewend raakt of zo. En dat het na een paar keer net even iets minder mooi zit. Daar heb ik nou ook weer gewassen met die shampoo van Garnier, gewoon om even af te wisselen. Maar deze zijn echt de bom. Voor haarproducten die ik nog meer de bom vond, zijn producten van Hairless. Het masker, daar kon ik niet over naar huis schrijven. Dat zat ook in de afgelopen opgemaakt video. Maar dit ding is echt fantastisch. Dit is zo'n, hier heb ik ook een vlog van gemaakt trouwens, zo'n haarding. Wat je, als je geen krullen maakt, lekker over je hoofd kan doen. En het is zacht en het zorgt er echt voor dat mijn haar minder pluizig is. Dit is een hair towel heet het geloof ik. Dit is echt de bom. Dit is zo'n geweldig product. Hier heb ik een affiliate link van. Maar ik ben altijd eerlijk over, nogmaals, ik ben altijd eerlijk over de producten. Die zal ik hier even onder even linken. En de vlog zal ik even neerzetten. Maar deze is echt geweldig. Maakt mijn haar zo minder pluizig. En ik vind het ook wel fijn om na het wassen even, als mijn haar nat is en ik ben in huis aan het rommelen of zo, om even gewoon
mijn haar bij elkaar te pakken. Dat het niet over mijn schouders en alles wappert. Want het is gewoon koud. Maar dit is echt een geweldig product. Even als dit. Dit is een zijde kussensloop. Bamboe zijde kussensloop. Het jammere vind ik, is deze is ook van Heerlus, is dat die verkleurd is in de was. Maar dat komt denk ik omdat ik hem op 60 graden heb gewassen. Er stond duidelijk op, wassen op 30 graden. En hij is per ongeluk mee geweest in mijn 60 graden was. Want mijn andere kussensloop heeft dat niet. Maar ik heb deze nou toevallig op liggen. Weet je, het is voor mij niet heel storend of zo. Ik vind het niet heel erg. Ik denk dat het echt komt door mijn eigen stomme schuld. Maar die combinatie van een kussensloop en de hairtowel maken mijn haar zo minder pluizen. Kijk, ik heb eigenlijk pluis mijn haar amper nog. Hier aan de zijkant een beetje, maar hier bovenop gewoon niet. En ik denk dat dat de verdienste is van de producten die ik gebruik. Maar ook zeker van deze twee dingen. Gaan we nog tot slot, dit wordt echt een mega lange video, over op de lifestyle producten. Dit is één favoriet. Dit is een vestje en deze komt van de Kik. En deze is eigenlijk gewoon fleece. En zo ontzettend lekker warm. Ik ben een beetje aan het bezuinigen geweest 2022 met gas en met stroom en zo. Maar ik wil het niet koud hebben. En dit is zo ontzettend lekker. Ik heb hem ook in zwart. En ik heb hier gewoon eigenlijk gewoon dit gewoon s'avonds altijd aan. En lekker in de zwerverstand. En ontzettend lekker warm. Dit is echt zo'n fleece vestje. €12,95 of zo. Terwijl bij de Decathlon kost het €30. Dan ben ik afgelopen jaar ook bezig geweest met keto eten. Daar heb ik ook een video over gemaakt. En ik heb verteld dat ik me daar gewoon veel beter bij voel. Dat ik me zoveel lekkerder voel op het moment dat ik keto eet. En daar heb je natuurlijk wel dingetjes voor nodig. En mijn favorieten dit jaar waren de Good To Go repen. Je moet er wel een beetje mee uitkijken, want er zit suikeralcohol in en niet letterlijk alcohol. Maar als je die heel veel eet, en dan bedoel ik echt 4, 5, 6 van die repen op een dag, dan is het niet goed voor je darmen. Maar je moet altijd zelf even kijken, past dit product bij mij? Ik vind ze in ieder geval heel erg lekker. Dit is de vanille amandel soft baked bars. En het is ook een soort van cakekoekje eigenlijk. En ontzettend lekker en keto-proof. Er zitten maar 9 gram koolhydraten in, waarvan 5 gram polyolie zijn. Dus dat mag worden afgetrokken. Dus 4 gram koolhydraten per bar nog. En ik blijf hiervan in ketose. En ja, ik voel me ontzettend lekker bij. Maar niet gezegd dat suiker of koolhydraten slecht zijn, helemaal niet. Maar ik vind dit een fijne leefstijl voor mij. Dan ben ik ontzettend blij met mijn elektrische kachel, met mijn externe kachel. Het kost veel stroom, een externe kachel, maar je zet hem 2 uurtjes aan en het is eigenlijk heel de dag warm. Maar als je de centrale verwarming aanzet, kost dat gewoon veel meer. En ik heb dat echt gewoon eens naast elkaar gelegd en kom tot de conclusie dat een externe kacheltje gewoon goedkoper is. Plus je kan het ook meenemen en verhuizen en op plaatsen neerzetten waar je bent op dat moment. Dus dat is ook zeker een favoriet. Dan heb ik nog iets heel stoms. Maar ik heb dit jaar karnemelk ontdekt om mee te poetsen. Vooral voor in mijn badkamer. Ik heb een bad-douche combinatie. Misschien weet je het wel uit mijn vlogs. En als je doucht, dan gaat het water zeg maar naar de zijkant of naar de achterkant. En als je dat niet direct wegspoelt, en dan vergeet ik nog alles, dan blijft er een zeeplaag zitten. Je doet er karnemelk op, je laat het een half uurtje intrekken en je spoelt het weg. Even met een doekje nog eroverheen en je bad is helemaal schoon. Waar heb ik deze tip ook weer vandaan? Van een of ander huis schoonmaakprogramma. Ik weet het niet meer. Maar ik vond het een goede tip en het werkt goed. En het laatste wat ik dit jaar heb ontdekt is schoonmaakazijn. Ik had dit jaar de konijntjes laten koppelen. En toen zei degene die de konijntjes koppelde, die zei van je moet alles schoonmaken met schoonmaakazijn. Dat ze hun eigen geur niet meer herkennen. En ik zag dat tegenop. Want ik denk, gadverdamme, ik vind schoonmaakazijn vies. Maar ik kwam erachter dat dat geurtje van die schoonmaakazijn maar heel even is. En dat het daarna weg is en dat heel je huis gewoon nergens meer naar ruikt. Wat ontzettend lekker is. Beter dan de stank van de konijnen, toch? Dus schoonmaakazijn is ook echt iets wat ik dit jaar ontdekt heb. Misschien heb jij het 6 jaar geleden al ontdekt. 20 jaar, 30, 40 jaar geleden. Maar ik dit jaar pas. Dit was eigenlijk alles wat ik met je wilde bespreken. Wat mijn likes waren, wat mijn dislikes waren op beauty en make-up gebied en op huishoud en lifestyle gebied. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet geen reactie achter te laten. En dan wil ik je graag vragen om ook de volgende video te bekijken. Doei!